Hallo kijkers van Gameplay World Excel, mijn naam is Sven, 13 jaar, van het YouTube kanaal Technicia en vandaag gaan wij survival games spelen. Het is een gastrol en ja, survival games, server van Skywars, je bezig denk ik wel in de beschrijving staan. En het wordt gewoon een leuke video en ja, het potje begint in 15 seconden. Ik heb het lekker vroeg nog, oh 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kom op, we can do it. Hopelijk krijgen we wat goede stuff in het begin, want ja, oh, ja, nice, sword. Sharpness sword, boom, die is voor mij. En dan weet ik dat hier ook nog een chest zit, maar die is waarschijnlijk al door iemand gepakt. Want ik ken deze map op zich best wel uit mijn hoofd. Yep, die is al gepakt, jammer. Dat is dan wel weer balen, hè. Maar ja, ik ken een aantal plekjes, wacht, als we die gast nou gewoon gaan killen, wat is het? Sharpness. Oh, die gast lekt hem. Zou je het zien? Klonen zijn niet met z'n drieën. Ja, die gaat zich gekild. Oh. Nee, ik ga nu niet dood. Hij mag van mij dood. Ja, die gast is dood. Jongens, we hebben meer. Oh, hij heeft net zo'n nice stuff. Knockback, Iron Axe. Iron Axe, ik denk dat ik daarmee ga vechten. Doe deze zo even aan. Ik ga kijken of wat hier nog voor stuffs ligt. En dan Skeleton. In boog? Nee, jammer. Dat is wel balen dan hier. In ieder geval, als deze op het kanaal komt van Gameplay World Excel, bedankt Gio. En dan, ja, bedankt. Meer heb ik eigenlijk niet te zeggen. En ligt hier nog wat? Oh, Golden Sword. Heb ik echt helemaal niks aan eigenlijk gewoon, hè. Dat is dan wel weer balen eigenlijk. Nou, hier beneden zit niets veel bijzonders geloof ik. Voor mij staat daar iets van een trap of zo. En ja, trouwens, als jullie misschien meer video's van mij willen zien, kijk gewoon even op mijn kanaal. Neem gewoon even een kijkje op mijn kanaal, dan upload ik zat survival games, Minecraft, vooral Minecraft, andere random games. Maar daar ga ik voor de rest nu niet over hebben. Ik ga het gewoon een beetje even over wat ik nu aan het doen ben eigenlijk. Kijk, hier liggen drie kisten en, oh, nice stuff. Full leather, dat is mooi. Maar dan moet er nog iets van een iron sword in te krijgen ofzo. Hier zit er nog eentje. Oh, zo. Dat is echt wel heel toevallig. Eigenlijk moet ik een soort van iron sword kunnen krijgen. Nou, en wat heb ik? Een iron sword. En een iron chestplate. Boom, jongens. Lekker bezig. Nog even voor het eten. Zo. En hier zit ook een chest, dat weet ik. Hier zo. En dan moet je eigenlijk in het huis, maar ik doe gewoon zo. Zo kan als die spin even weggaat. Even lekt een beetje. Ah, nice. Potion of fire resistance en heel veel arrows. Dat is mooi. En arrows heb ik eigenlijk niet zo heel veel, want ik heb geen eens een boog. Bogen zijn volgens mij echt best wel zeldzaam. Waarom trip ik hem zo? Lekker server of zo. Ik kan er niet heen. Kan ik naar achteren dan? Ah, voor mij doet hij het. Nee, hij doet het niet. Weg, ik wil weg van hier. Dammit, waarom loopt hij nou weer vast? Zit ik in de grond vast ofzo? Gadverdamme, ik moet weg hier. Hopelijk is het hier wat minder dan. Of hier, nou ja, gewoon daar. Ik kan er nog ineens komen. Dammit, waarom lekt deze server zo? Nou, dit gaat niks worden zo. Ik zie die denk ik weer. Oh, hij doet het. Nee, hij doet het niet. Ik zie die denk ik weer terug in een ander potje, want zo gaat het niet helpen. Ja, dat zo. En daar ben ik weer, want hij deed het weer. Het was gewoon eventjes trip. Hij dacht dat ik namelijk in de grond zat, dus daarom lekte hij een beetje. Dus als het goed is, ja, de server doet het weer gewoon. Moet ik nu gewoon een beetje uitkijken. En daar zit namelijk een chest in dat vliegtuig daar. En we hebben echt super nice stuff. Daar ben ik wel blij mee dan. En er zijn nog 8 tributes, dus ik ben er één van. 7 mensen om te verslaan. Oh, daar is één gast. I'm going to attack him, I think. Yeah. Instant health, mooi. Dat is echt wat ik echt nodig heb. Knockback is ook altijd wel handig om hem van een dak af te slaan. Oh, ze zijn er met z'n tweeën. Ik ga dat huis in. Ik ga erheen. Ik ga gewoon hun aanvallen. Ik ga gewoon winnen. Jongens, spreek mijn moed in. Ik kan het. Want het gaat ons gewoon lukken. Waar zijn ze? Daar. Shit, we zijn aan het teamen. Ja, die gast is dood. Nu moet ik nog even weg, want... Ah, die skeleton.
Zo, waar is die andere gast? Die staat hier zo. Ik mag niet verliezen van hem. En hij is dood. Dus hebben ze nog nice stuff ofzo? Ja. Nee, niet veel bijzonders. Ik wil hem wel voor deze. Oh, dat was eigenlijk niet zo heel snel. Oh shit. Weg hier. Weg hier. Nog wat eten. Zo. Oh, ik heb superveel brood. Kom ik nu pas achter. Lekker slim ook. Shit. Die skeleton komt gewoon achter me aan. Wegwezen hier. Zo. Heb ik weer 2 mensen gekild. Toen waren er nog maar 6 over. Oh, waarom moet het nou weer nacht zijn? Niks in. Snel weg. Waar zitten die gasten eigenlijk? Dat kan je toch zien? Oh, wacht. Kompas straks, geloof ik. Dat is een trap daar. Het is me al best wel vaak gespeeld, dus dat weet ik eigenlijk wel in mijn hoofd zo'n beetje. Die weet ik dadelijk niet, want ik ben eigenlijk nooit die kant op geweest. Dus dat is best wel irritant eigenlijk. Maar ik weet wel dat er hier zo altijd een chest erbovenop zit. Dus dan hoop ik niet dat die is gepakt, want anders ben ik echt voor niks naar boven gegaan. En wat is dat? Absorption. Oh ja, 2 extra hartjes is dat, hè? En dan moet je hier zo... Oh, daar zit een gast. Ik ga hem killen. Hij gaat eraan. Niemand komt langs mij. Ik veel. Oh shit, hij heeft een diamond stuff. Ja. Ja, gekild. Jongens, we hebben hem gekild. We hebben diamond sword. Heb ik het nou gekild met een bot? Ja, ik heb hem gekild met een bot. Waar is de diamond sword? Heb ik hem? Ja, ik heb hem. Mooi. Ik heb alleen even zijn armor nog nodig. Eten heb ik niet zo heel veel nodig eigenlijk. Kom op, geef zijn armor. Waar is zijn armor dan? Kijk, die liggen hier zo. Die heb ik nodig. Oh, een boog, nice. Want ik ben eigenlijk niet zo sterk in armor zo. En die boog die hou ik lekker bij me, want ik heb best wel veel arrows. Laat zien. En dan gaan we gewoon mensen killen, jongens. We gaan gewoon eerste worden in het potje. Nog 5 tributes. Wat ligt er hier nog meer? Oh, ik moet eigenlijk zo'n healing potion moet ik even bij me houden. Altijd handig. Hier een healing potion. Zo. Dan moet ik hem eigenlijk niet in mijn hand houden. Want dat is niet zo slim. Dan denken ze van, oh die gast ga ik niet attacken. Maar als ik een wounded sword heb, dan denken ze dat ze me wel kunnen attacken. Maar dat kunnen ze niet, want ik ben gewoon beast. Dus er zitten alleen wel een heleboel creepers achter me aan. Dus daar moet ik even wel voor oppassen. Dat zijn wel weer balen eigenlijk, hè. Maar ik ga gewoon nog een keer dit ene huisje proberen. En misschien dat als er iemand langskomt dat ik gewoon kan campen met mijn boog. Want ik heb een lekkere boog. Ik heb er eigenlijk 2. Een lekkere boog. Wauw. zo. Oh, 4 tributes. Nog als er nog eentje dood is, volgens mij de deathmatch. En dan spawn je dus gewoon de... Oh, nice. Fuck that nice. We hebben gewoon een boog met... Zit erop? Punch. Dat is echt sterk. Als ik ze nou eens kan zien. Of als er nou een kompas dropt ofzo. Want ik heb wel het beste zwaard. Dus ik heb eigenlijk die stick niet meer nodig. 4 tributes. Ben benieuwd jongens. Of we het gaan halen. En of we eerst worden. Tot nu toe. Zie ik vanaf hier helemaal niks. Dus ik denk dat ze of bij de spawn zitten. Dat denk ik eigenlijk ook niet. Oh kijk. Een kompas. Nice. Dan heb ik eigenlijk deze niet meer nodig. Zo, en dan kijk ik waar de eerste is. Points towards Phantom. Oké, die Phantom die gaat eraan. Die zit waarschijnlijk waar ik net vastliep. Dus daar moeten we dan wel voor oppassen dat ik... Oh, shit. Kom op, refill. Zo kan ik hem natuurlijk niet gaan aanvallen. Wacht, ik heb... Hoeveel healing potions heb ik? Eentje maar. Heb ik die andere misschien weggegooid? Oh, daar krijg ik een damage van. Oh, hier misschien wel. Ja, dus. Oké, ik ga die gast killen. Ik weet niet waar die is. Maar dat gaan we nu gewoon opzoeken. Misschien dat hij strapped is in zijn huis. Oh shit, er zijn hier echt iets te veel zombies gewoon. Dus die skeleton moet even dood. Oh, weet je wat, ik ren gewoon weg. Doei. Waar is die? Shit, hij is daar in het huis. Volgens mij.
Voor mij is hij daar, maar ik kan alleen zijn Minecraft-naam niet zien. Ik moet echt dat huis even in, maar hier spawnen zoveel monsters, hè. Dus dan hebben we echt heel veel pech dat het nu nacht is. Dus kan ik niet iemand anders opzoeken of zo? Oh, ene. Waar is het ene? Ik ga achter ene aan. Ik weet niet waar ene is. Oh, ik zie hem al. Die gast zit daar. Met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Die kan ik aan. Ik heb eens een gast geraakt. Die andere gast is ook geraakt. Niet doodgaan door de monsters, want dat zou best heel falend zijn. Kom dan. Die Phantom zit dus ook gewoon hier. Behind you. Oh. Shit, 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 shit. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Dammit, 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 dammit. Half hartje. Eten, 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 eten. Shit. Mijn hart gaat tekeer, jongens. Moet hier echt weg. Ik moet hier weg. Ik ga ze nog niet aanvallen. Eerst moet ik even helemaal refillen. Want zo gaan we niet winnen. Zo gaan we echt niet winnen. Op deze manier. We moeten helemaal gerefilled zijn. En zorgen dat er geen enkele zombie achter ons aan zit. En dat gaat nog wel even duren voordat ik helemaal gerefilled ben. Dus er moet eventjes niet iemand achter me aan. We moeten eigenlijk ook niet echt uit het oog zien te raken. Dat zou echt heel vervelend zijn. Oké, ik weet waar ze heen zijn. Ah, zo jongens, dat was echt nog maar op het nippertje. Ik dacht dat ik het echt niet ging halen. Maar ja. Oké, zo kan ik ze misschien aan. Maar ik weet niet wat hij. Voor mij had hij een woene soort met punch of zo. Of in ieder geval iets wat sterk was. Of power, of ik weet niet wat. Maar waar zijn die gasten heen? Daar. Oeh, ze zijn trapped. Die ene gast is trapped. Kijk. Hier zo zijn kist. En dan zitten ze beide trapped. Sakko. Ha! Hier voor jou. Two tributes, nog eentje. Keely, waar is Keely? Oké, jongens, het gaan we halen. We mogen nog niet doodgaan. Ze zijn best wel dom, want die trap die heb ik één keer, weet ik hem eruit te halen. Maar dat kan je echt maar met z'n tweeën doen. Maar ze zijn lekker slim geweest, niet dus. En nu zijn ze dus dood. Dus ik ben echt benieuwd waar die gast nu zit. Want... ik ga gewoon even doorlopen en op een gegeven moment gaat hij natuurlijk naar rechts. En dan weet ik waar ik ongeveer naar rechts moet. Dus ik denk dat hij in dit huis hier zit. Of hij zit hierachter. Voor de span. Dat is even spannend. Oh. Af en toe een beetje lag, maar dat komt door de shaders, denk ik. En doordat ik aan het opnemen ben. Hier zo tussendoor. Ik denk dat hij... ja, dat moet wel. Hij moet bij de treinstation zitten. Daar zo. Hier zo vlakbij moet hij zijn. Oh. Wat? Waar is hij? Hij is hier heel vlakbij. Oh yes, het wordt dag. Oh, dat is echt mijn voordeel. Oh, shit, 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 shit. Nee, het mag nu niet lekker. Kom op, jongens. Waar zit die gast? Hoeveel zombies zitten hier wel niet? Ik wil die gast vinden, maar ik zie ze... waarschijnlijk zit hij ergens geshift in dat kasteel of zo. Of kasteel, ja, wat je nog een kasteel wilt noemen. Ik denk dat hij heeft gezien dat ik een diamond sword heeft. Dan moet hij toch hier zitten? Hier zo, op deze plek waar ik nu ben. Oh nee, huh? Oké, dat kompas stripte hem. Dat zien, ik moet dus nog verder. Dan zit hij bij de trein. Dat hoop ik dan maar. Want ik wil hem vinden. En dan worden we eerste. Al was hij nu in één keer. Wacht. Waar is die gast? Zag ik hem hier nou? Hij moet hier zo. Misschien zit hij hier onder trapped of zo. Kan dat toch niet? Ik weet niet of hier een trap is, maar volgens mij niet.
Waar is die? Kili, hier, ik ga hier zo. Oh, daarboven zit hij. Ja, dood. We hebben gewonnen. Dat was makkelijk. Hij had waarschijnlijk nog een aantal hartjes. Ja. Nou, mensen, bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk hebben gevonden. Ik zou zeggen, check ook even mijn kanaal. Dat is ook een leuk game kanaal. Techniek Show, link zo, denk ik wel in de beschrijving staan. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Ik zou zeggen, abonneer op Techniek Show. En abonneer ook vooral op Gameplay World XL. En dan bedank ik dat je deze hebt goedgekeurd. En dan zie ik jullie misschien in een volgende gastrol. Dus bedankt voor het kijken en later.